Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Ik ben in de IKEA. Het restaurant van de IKEA momenteel. Want we gaan eten. En we hebben net de showroom al gedaan. Opgeschreven wat dat moet hebben. Nu gaan we eten en dan gaan we onder in het magazijn. Goed, ik heb Marokkaans stoofpotje of zoiets met vegetarische balletjes. Mama ook. En Anaïs heeft kippenballetjes met frietjes en broccoli. Oké, we hebben zo goed als alles, denk ik. We hebben een paar koopjes in de koopjeshoek gedaan. Zoals deze lamp. Met korting, die planten met korting. Cute. TV-kastje staat al in elkaar. En nu ga ik beginnen een dressingkast. En dan nog een kast voor hier. Dus wish me luck. Oké, al mijn kasten staan in elkaar. En de living is zo goed als af. Ik denk dat ik sowieso wel in de komende tijden nog van alles ga veranderen. Maar dat zullen we dan zien. Maar voor nu is het goed zo. En de dressing en de slaapkamer moeten wel nog voor een groot deel gedaan worden. Maar hier ben ik blij. Ik ga vandaag ook niks meer doen. Ik heb net eten gemaakt voor de eerste keer. Hier in het appartement. En voor de eerste keer sinds lang eigenlijk. Dus dat is wel fijn. Goed gevoel. Maar ik ga jullie even een tour geven van hoe het er nu uitziet. Oké, als je binnenkomt. Spiegel. Ik zit in mijn joggingsbroek. Oeh, oeps. Hier in de gang heb ik schoenen. Bakken allemaal. Dit moet morgen in mijn auto. Maar die zitten allemaal vol. Zitten vol met schoenen. Dan hier is de muffin. De krabbel van de katjes heb ik even hier staan. Hier is nog hetzelfde. En dan is dit een overview van de living. Ja, het ziet er zo uit. Als jullie echt iets specifiek willen weten van waar iets is of zo, mogen jullie mij dan wel gerust vragen onder de video. Maar anders zijn het te veel details. Maar het meeste is sowieso IKEA, Action, Maison du Monde, Jysk. En goh, van waar is die mat zelfs? Action ook, denk ik. Ja, dat zijn denk ik de meeste dingen. Ziet er zo uit. Hier is de zetel. Ja, nu schijnt de zon wel heel hard, dus je kunt het niet heel goed zien. Tafel. Daar heb ik net gegeten. Mijn drinken staat er nog. De kattenbak staat daar. En dan die kast heb ik vandaag in elkaar gezet. Hier is een zeteltje. En daar de kast dan. Voor ziet die er zo uit. Ik weet nog niet van de plant, maar voorlopig staat hij daar goed. Dan de keuken. Ik ging me net een glas rosé inschenken, maar toen dacht ik, ah ja, ik ga filmen. Dus dat is voor zo. En dan hier liggen nog wat fruitjes. De kast is ook al een beetje meer gevuld. As you can see. En de frigo ook. Tada. En de diepvries denk ik dat ik ook zelf al iets heb. Ja, nog extra groenteburgers. Dingen voor soep te maken en zo. Zo ziet het er hier uit. Zoals je kunt zien heb ik 's avonds echt heel veel zon. Dat vind ik wel heel leuk. Dan de badkamer is denk ik alleen een andere matje bijgekomen. Dat is het. Ik denk ook dat ik zelfs nog eens in bad ga. De slaapkamer ziet er momenteel even zo uit. Maar hier wil ik nog het een en ander doen.
Maar ik weet nog niet wat. Dus dat is voor de volgende vlog waarschijnlijk. En het bed is echt heerlijk. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik eigenlijk zo'n cheapere bokspring heb. Die echt... Mijn ouders hebben een bokspring van 2000 euro en die is echt slechter als deze. Deze is echt zo'n goede kwaliteit en slaapt ongelooflijk goed. En dan nog witte kussenslopen. Die heb ik meegebracht van IKEA, maar die moeten in het kastje. En dan hier heb ik nog een spiegeltje gehangen. Dit is de dressing voorlopig. Dit moet allemaal naar de garage, maar die sleutels heb ik pas. Dus vanaf 1 september kan ik dat in mijn garage zetten. Deze rek heb ik ook vandaag nog meegebracht voor topjes en blouses en rokjes liggen daar. En dit, die koffer, een grote koffer moet ik nog uitpakken en die tas. Maar dat ga ik morgen doen. 1 rekje moet nog bijkomen, dat is er nog niet. Daarin zit plastic, dat moet weg. En die 2 stoelen ga ik ergens proberen zetten of anders ook in de garage. Zo ziet je nog eens de living met Muffin op de zetel. Die krabben trouwens echt, allee, niet, Milky niet, maar Muffin krabt heel de tijd hier. Oh. En ik zie nu al zo dingetjes uitsteken. Ik denk niet dat je het echt ziet op camera. Jawel, zo. Dus als iemand tips heeft dat ik die daar kan afleren, daarom heb ik een krabpaal gehaald. Dat hij daaraan kan krabben, dat doet hij ook. Maar oh, ik krijg echt zenuw. Ik wil niet dat die zetel kapot gaat. Klein trutje, zei jij, hè? Klein trutje, hè, schat? Ja. Die zon hier s'avonds is wel echt zalig. En ook een kei mooie zonsondergang. Want ja, ik heb hier allemaal grote ramen. En dan zie je kei mooi de zon ondergaan. Dat is echt tof. Ik ga hier de vlog afsluiten. Ik ben de drink. The Trinkets of zoiets aan het kijken. Een serie, een eerste aflevering. Ik ga rosé drinken en dan denk ik dat ik in bad ga en ga slapen zelfs. Mijn internet en tv-aansluiting komen ze morgen allemaal doen. Dus daar kijk ik ook wel naar uit. Dan heb ik wifi, want nu verbind ik mijn laptop met mijn gsm. Maar ja, dat verbruikt natuurlijk veel 3G. Hè? Dat willen we niet, hè? Nou, hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie in de volgende verhuisvlog.